Vanmiddag vond in de Petruskerk in de Nijmeegse wijk Hees de jaarlijkse herdenking van de Heese slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog plaats. Tijdens de herdenking werd Peter Wil junior, zoon van de verzetsman Peter Wil, geïnterviewd. Sinds 2014 vindt in Hees een jaarlijkse herdenking plaats van de slachtoffers uit het voormalige dorp bij Nijmegen. De herdenking vindt altijd plaats op 25 september, omdat op die dag in 1944 in het centrum van Hees een geallieerd vliegtuig neerstortte. Op woningen direct tegenover de Petruskerk. Bestuur en leerlingen van de islamitische basisschool Hidia stonden maandagmiddag stil bij het 25-jarig bestaan van de school. De school is gevestigd aan de Heiweg in de Nijmeegse wijk Haterse Hei. Ook het 25-jarig bestaan van islamitisch onderwijs in Nijmegen werd gevierd tijdens de receptie, waarbij ook wethouder Renske Helmer aanwezig was. Omdat, ja, het